84-jarige Vietnamese man die momenteel in het Kalorama verzorgingstehuis woont, leidt aan een bijzondere vorm van dementie. De man woont al 40 jaar in Nederland, maar door zijn dementie is Vietnamees de enige taal die hij nog spreekt. Willeke Niele is activiteitenbegeleider en trekt veel met de man op. Ik probeer een vertrouwensband met hem op te bouwen en om te kijken van nou, wat gaat u doen de hele dag? Want naast wassen, kleden en opstaan en boterham eten is de dag nog heel erg lang en wil je ook graag nog andere dingen doen. De man heeft helaas geen familie wonen in Nederland en daarom kan hij op het moment met niemand communiceren. Het Kalorama hoopt dat er iemand is die deze man kan helpen. We zijn eigenlijk op zoek naar iemand die in ieder geval zijn taal spreekt, die hem meer begrijpt dan hoe zijn cultuur is, hoe hij in het leven staat en die met hem ook een gesprek kan voeren. En voor ons wil dat zeggen dat wij ook via diegene ook vragen kunnen stellen aan hem. Diegene moet dan even bellen naar Kalorama en vraagt aan de Sileremie en dat is onze coördinator informele zorg. Omdat deze man dementie heeft en geen familie in Nederland heeft wonen, hebben we helaas geen toestemming om hem in beeld te brengen.